Ik zag laatst de film Tarzan. Hoe een moederaap een mensenbaby liefdevol opnam in haar gezin. Want ze zag de overeenkomst in plaats van de verschillen. Zag de handen, de vingers, de voetjes en de teentjes. Dit is wat ik niet snap in onze maatschappij. Waarom kunnen wij dit niet? Een keer niet de verschillen zien, maar de overeenkomsten. Waarom zien wij altijd het homoseksuele meisje in plaats van het meisje? De jongen met de X-benen in plaats van de jongen. En die jongen en dat meisje met al die mooie eigenschappen. En die bovendien, net als jou, mens zijn. Ik maak ook die fout. Ik kijk ook te veel naar de verschillen in plaats van de overeenkomsten. Maar wij kunnen dit veranderen. Met elke keuze die we maken. Elke keer dat we onbevooroordeeld naar iemand anders kijken. Elke keer dat we iemand proberen te helpen. Grote mannen, genaamd Nelson Mandela en Martin Luther King, probeerden onze ogen te openen. Laten zien dat iedereen gelijk was, ongeacht hun huidskleur. En zoals wij hen prijzen in onze woorden, zo minachten wij hen soms in ons gedrag. Want zelfs hier, in Nederland, in jouw provincie, op jouw school, worden jongeren niet liefdevol opgevangen omdat ze anders zouden zijn. En wij, hier in Nederland, wij claimen toch het meest tolerante land van de wereld te zijn? Nou, zelfs hier zijn intoleranties. Ik vind het een schande dat niet iedereen zichzelf kan zijn. Een mensenrecht dat wij anderen ontnemen. En nee, ik wil niet met mijn speech de hele wereld veranderen. Want mijn vader vertelde mij dat je alleen jezelf kunt veranderen. Want zelfs de langste reis begint met de eerste stap. En ik ben bereid die te zetten. Laten we nou elkaar respecteren hoe we zijn, ondanks dat we misschien een klein beetje zouden kunnen verschillen. Moeilijk? Ik denk het niet, want zelfs apen konden het.